Dag lieve vissen, welkom bij de Algemene Tarot Coaching. Allereerst wil ik de vissen bedanken die vorige maand de video hebben gekocht. Het brengt nooit zo heel veel op, maar de opbrengst gaat in ieder geval, tot nu toe, in ieder geval de gehele opbrengst is naar een gezin in Gambia gegaan. De mensen in Afrika hebben het nu extra zwaar met deze crisis. Geen banen meer. Gemiddeld maandsalaris lag op zo ongeveer 40 euro per maand. En dankzij jullie heb ik in ieder geval per kwartaal 150 euro naar dat gezin overgemaakt. En dat heb ik kunnen doen van dat één keer per maand een bepaald sterrenbeeld in de webshop staat, te koop staat. Dus nogmaals dank. Nu weer met de algemene reading. Zoals ik al zeg, algemeen. Het kan voor heel veel vissen een boodschap bevatten. Dat wordt dan via synchroniciteit zo geregeld. Maar het kan ook zijn dat het totaal niet resoneert met jouw situatie. Alleen een persoonlijke coaching, tarot coaching, kan dat. Ik bied de coaching via aan de hand van een foto aan, dan maak ik een video, maar ook de persoonlijke coaching inclusief innerlijk kindwerk, om pijn uit je verleden te kunnen verwerken thuis, om daarmee aan de slag te gaan. Ik ben daarin voorloper geweest, ik heb dat zelf toegepast op mijn eigen leven en ben in balans en dat gun ik iedereen. Oké. Nou, daar gaan we. Voor de vissen. De situatie, wat dwars ligt. Pisces. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Recente verleden. Advieskaart naar je toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. Oké, nou. Conditioning ligt onder het bedek. Daar staan we eigenlijk met heel veel mensen voor in het collectief. Voor bepaalde zielen is het de bedoeling dat ze boven het massabewustzijn uitstijgen. En daarom zie je de symboliek van schapen. Hè? Schapen zijn volgers. Maar je ziet het ook heel erg gespiegeld in de situatie in de buitenwereld. Dat sommige mensen uitgedaagd worden om boven dat massabewustzijn uit te stijgen. Maar dat vraagt wel moed. Oké. Verklarende kaarten. Het vraagt moed om niet te volgen, maar je eigen hart te volgen. Hè? Niet de schapen, het schapenbewustzijn te volgen. Maar het schapenbewustzijn. Hè? Dus dat symboliek voor massabewustzijn. Maar om je eigen innerlijk weten te volgen. Je intuïtie. Oké, verklarende kaarten. Leg ik even daar neer. Letting go. Letting go. Wat moeten vissen los gaan laten. Wat jou in innerlijke vrede brengt, is niet het vastklampen aan iets, maar juist vaak het kunnen loslaten. Schaduwwerk ook erg belangrijk, naast innerlijk kindwerk. Schaduwwerk is dus je eigen schaduw om de ogen zien. Je minder mooie
kant, maar die schaduw is niet blijvend. Die hoeft niet blijvend te zijn als je je schaduwwerk doet. Want dan kun je je schaduw transformeren naar de lichtkant. Hier kwamen er nu twee uit. Het kan zijn dat de een plakte aan de ander, maar dat gaan we straks bekijken. Oké, vissen, ik ga met jouw reading aan de slag. We gaan beginnen. Stress in het recente verleden. Koude, kille toorervaring gehad. Onderdrukte boosheid. Het heeft met liefdesrelaties te maken. Of in ieder geval met relaties. Oké. Deze vissen, die heeft in het recente verleden behoorlijk wat stress ervaren. Deze zegt ook dat het een... Ja, deze kan ook een voorbode voor burn-out zijn. Het kan zijn dat je in het recente verleden een burn-out hebt gehad. Kijk, deze zegt ook... perfectionisme is... Dat is echt iets van het ego. Een ego-illusie. En daar moet je aan voorbij. Beyond illusion. Perfectionisme hebben we vaak om iets onderliggends te compenseren. Vaak onzekerheid. Diepliggende onzekerheid te compenseren. En dan willen we eigenlijk perfect zijn. Maar juist door dat perfectionisme gaan we uiteindelijk stress ervaren. Ik heb ook twee burn-outs gehad om erachter te komen dat het anders moest. Dat ik mijn leven moest veranderen. Kijk, deze zegt, je ziet deze ook, de symboliek, dat iemand en op een trompet blaast en balanceert op deze bal. Daar op die voet heeft hij ook nog iets. Houdt alles in de lucht. En hij heeft in zijn rechterhand een aapje aan een touwtje. Maar hij heeft helemaal niet in de gaten dat het aapje die bal lek prikt. En dat je dus valt. Het wil dus zeggen dat je behoorlijk in de yang-energie zit. Het doen, doen, doen. Continu maar bezig zijn. En eigenlijk niet je bezighoudt met wat zich in jou afspeelt. Als je dat maar, en dat doe je vaak, als dat doe je dat in zo'n situatie van perfectionisme en stress, zitten de mensen vaak, als ze nog niet voorbij die ego-illusies zijn en ook nog niet voorbij de verdedigingsstrategieën zijn, maar ook nog niet voorbij mentale overtuigingen die je geleerd hebt van het massabewustzijn. En vaak zijn onze ouders... de leraren waar we mee te maken hebben gehad, ook allemaal vaak een onderdeel van dat massabewustzijn. Ja, daar zijn we er opgevoed, daar hebben we overtuigingen van overgenomen. En eigenlijk zijn dat helemaal niet onze eigen overtuigingen. Bijvoorbeeld, stel dat jouw vader of jouw moeder jouw boosheid niet oké hebben gevonden. En dus die boosheid heb jij dan leren onderdrukken. Dat is deze kaart. Advieskaart naar bije toekomst is om je boosheid op een gezonde manier te uiten. Maar dat heb je waarschijnlijk dus als jong meisje of als jonge jongen al geleerd om boosheid te onderdrukken. Nou, ook dat geeft heel veel stress. Want dan ga je dat compenseren ook, hè, je innerlijke boosheid. Dat kan zo'n overtuiging zijn van, boosheid, dan word ik niet lief gevonden, dan word ik niet aardig gevonden en dus ga je het onderdrukken. Het is de bedoeling voor dus een aantal zielen die de oude zielen zijn en bewuster zijn, hè, die al meerdere levens hebben geleefd, om boven dat massabewustzijn uit te stijgen en die leeuw te zijn, te durven zijn. En dus naar je eigen hogere waarheid te gaan leven. Maar dan moet je wel openstaan voor een nieuwe visie. Je ziet het op dit moment heel veel gespiegeld. Hè, dat heel veel mensen vasthouden aan oude overtuigingen van dat massabewustzijn. Juist uit angst om veroordeeld te worden of om er niet meer bij te horen of niet aardig gevonden te worden. Allemaal dat soort illusies van het ego. Angsten. En houdt men vast aan bepaalde meningen, bepaalde kennis wat je ooit hebt opgedaan en
is het de bedoeling dat je open gaat staan voor een hogere visie. Want een hogere goddelijke visie heeft deze het over. Als je ervoor open staat, dan strooit het zich over je uit. De goddelijke visie wordt dan bij je gebracht. Tenzij je er niet voor open staat. Want dan krijg je steeds torenervaringen. Torenervaringen is in de tarot, betekent dat verwoestende ervaringen. Harde wake-up calls. Keiharde wake-up calls. En vaak gebeurt het dan in je relaties, die wake-up calls. Kijk, deze is ook letting relationships flow. Dus dat bevestigt me dat het over relaties gaat. Maar het hoeft niet de liefdesrelaties te zijn. Het kunnen ook je werkrelaties zijn, familierelaties, vriendschappen. Kijk, als je nog veel in je verdedigingsstrategieën zit, afweermechanismes van het ego zit, omdat je bang bent om gekwetst te worden of bang bent om niet aardig gevonden te worden, al dat soort overtuigingen van het massabewustzijn, dan trek je ook vaak een ander aan die dat weerspiegelt, hè, met het gedrag van die ander. En is het vaak onmogelijk om vanuit het hart te communiceren. Aanvankelijk is het dan veel meer dat je elkaar spiegelt, maar dat je dan ook conflicten en ellende krijgt, terwijl je allebei niet zo goed weet hoe dat toch iedere keer ontstaat. En als je daar niks aan doet, dan ga je daarin steeds hetzelfde patroon herhalen. En sta je eigenlijk niet, kijk, deze ligt dwars. Deze is change. Deze staat voor change. Deze staat voor verandering. Deze staat voor vernieuwing. Deze staat voor een hogere waarheid. Een nieuwe visie. Maar als je daar niet voor open staat, blijf je patronen herhalen. Maar omdat jouw ziel, omdat jij degene bent hier in deze incarnatie, die hier op deze aardbol bent gekomen, opnieuw bent geïncarneerd, om boven dat massabewustzijn uit te stijgen, krijg jij steeds wake-up calls. En als jij die wake-up calls niet serieus neemt of er niets mee doet en jouw oude patroon blijft herhalen van perfectionisme, alles in de bal in de lucht houden, alles maar blijven doen, niet naar je innerlijk gaan, hè? En dus niet in je hart gaat kijken wat er bij jou zich afspeelt, ook aan nog vastgezette boosheid, ja, dan krijg je verwoestende ervaringen, wake-up calls, om je alsnog uit die droom, uit die slaap wakker te krijgen. Want voor jou is weggelegd, dat en dat is de hoop van je hoge zelf, is dat jij voorbij de ego-illusies gaat, voorbij het massa-bewustzijn gaat, en dat jij de wereld iets gaat brengen vanuit jouw talenten, jouw wijsheid die er al in jou zit. Maar eerst moet je nog heelheid bereiken om die overvloed aan te trekken. Innerlijk en uiterlijke rijkdom, dat is die overvloed. Door invloed van anderen moet je dat nog zien te krijgen. En dat wil dan dat je oude wonden uit het verleden moet gaan verwerken. Juist die ontstaan zijn in je hart. Gebroken harten met ten aanzien van geliefden en vooral door de schapen, door de volgers. Want jij bent degene die hier iets te brengen heeft in deze wereld. Een bepaalde missie, je talenten. Als je je talent in de grond stopt omdat jij bang bent om wat de massa van je vindt, ja, dan krijg je steeds, want je ziel wil groeien, dus je krijgt dan steeds verwoestende ervaringen, want jouw ziel wil jou vooruit duwen. Ik vermoed dat jij, lieve vissen, geleerd hebt om niet te huilen. Maar ook je boosheid onderdruk je. Het kan ook zijn dat jij als kind beschadigd bent door ouders of opvoeders, leraar, die niet konden huilen, die koud en kil zijn in dat massabewustzijn en dat je daar ook nog boosheid over hebt. Omdat je niet kon, je bent waarschijnlijk een hele sensitieve ziel, hè? Vissen zijn sowieso heel sensitief.
Maar als je dan als vis, als sensitieve ziel geleerd hebt dat je niet mag huilen, of dat daar iets mee los is met huilen, of dat je bent gaan huilen als kind, maar dat je ouders daar niks mee konden en jou ook niet daarin hebben gekoesterd en getroost, want daar staat deze kaart ook voor die moederzorg, die koesterende zorg van de moeder. Ja, dan krijg je eigenlijk een hele koude en kille opvoeding. En dan kom je eigenlijk ten aanzien van empathie in je hart en qua troost en veiligheid kom je daarin tekort. En ben je daardoor beschadigd geraakt. En deze mensen, ze kunnen ook dus heel hard zijn. En daardoor voel je je ook vaak afgewezen. En daar heb je misschien ook nog wel erg veel boosheid over. Dus ja, belangrijk ook voor jou is om jezelf te gaan koesteren en die moederzorg te gaan geven. Want op dit moment mis je kansen. Op dit moment, kijk, jij bent die magier. Maar eerst zou je in de spiegel moeten gaan kijken. Want jouw relaties spiegelen jou ook in wat voor wonden er in jou zijn. Maar op dit moment mis je kansen. Kijk, dat zal ik je even laten zien. Kijk, de magician op de kop, die zegt dat je... You're missing a great opportunity. Je mist een grote kans. De tijd is al lang rijp, maar jij neemt geen voordeel. Je haalt het voordeel niet uit deze creatieve cyclus. Er is een bepaalde energie in deze cyclus waar je uit kan putten. En daar die kans pak je niet. Je staat eigenlijk niet in je kracht. You do have the power to transform things for yourself. Je hebt de kracht om dingen te transformeren. Of het nou iets nieuws is, of je huissituatie is, of zakelijk, of familie, of je levensrichting. Je hebt weerstand tegen verandering. Nou, dat ligt hier ook, hè? Die ligt dwars. Weerstand tegen verandering. En it's time to wake up. Het is tijd voor jou om wakker te worden. Ook voor wat betreft er nu in de wereld gaande is. Want dat spiegelt ook heel vaak wat er innerlijk in ons gaande is. Want we hebben dat gecreëerd. En... your life is the mirror that reflects your inner energy. Dus jouw leven is de spiegel dat jouw innerlijke energie reflecteert. Maar uit gewoonte verander je niet. You must fully open to the complete truth of your eternal wisdom, talents and abilities. See? And take the risk of believing in yourself. Dus... voor jou is het eigenlijk dus tijd om een bepaald risico te nemen. Ook in relaties. Boven dat massabewustzijn uit te stijgen. Want je krijgt steeds harde wake-up calls. Maar je hebt weerstand tegen verandering. Je gaat op de oude voet door. En dat brengt jou een burn-out. Of dat heb je wellicht al. En het geeft je ook steeds meer boosheid. En dat onderdruk je dan weer. En zo blijf je in die vicieuze cirkel. En dat zijn dan de ego-illusies waar je aan voorbij moet. Dus, je zit ook in een liefdeloze relatie. Angel of Love op de kop. Deze vissen, die houden vast aan een relatie. En dat hoeft dus geen liefdesrelatie te zijn, maar het kan ook familie zijn. Wat niet teder is. In de positie op de kop... wil die zeggen dat er een disconnect is in the matters of the heart. Kijk, dat is deze ook. Deze heeft geen connectie met het hart. Want als je niet wil of een overtuiging hebt geleerd van volgers en het massabewustzijn dat je niet mag huilen omdat het niet oké is, dan word je hard en kil. En dan zit je niet in je hart. Dus het kan zijn dat het voor jou geldt. Het kan ook zijn dat je deze mensen aantrekt. En dat je daar heel kwaad over wordt en je steeds emotioneel... in de steek gelaten voelt. En dat ook een beetje die torenervaring is. Dat je steeds met die keiharde afwijzing van anderen te maken heeft. Of keihard dat ze geen gevoel naar je tonen. Hè? Of geen empathie. Niet tender, niet teder. Dus, het geeft steeds een gevoel van afstand, een separatie. En het kan simpel ook zijn
dat er een emotionele afstand is waar het twee mensen betreft. Kijk, die twee blijven bij elkaar, maar op een dieper niveau, ja, ze gaan allebei hun eigen weg, maar ze blijven wel bij elkaar. En dan hou je aan iets ouds vast. En dan kun je dus niet loslaten. Nou, en dat is dan een toxische gehechtheid. You may be any toxic or unrequited attachment you may be holding on to. But the universe is waiting for you to free your heart. Het universum is op jou aan het wachten dat jij je hart opent. Om een nieuwe visie ook daarover te krijgen. Dus hou niet vast aan oude meningen als wat je geleerd hebt tot nu toe. Sta open voor andere, hogere visie. Keur jezelf goed. Approving of myself. Today I will let go of my need for approval. Ja, daarom doe je dit waarschijnlijk. Omdat je het zo nodig hebt om goedkeuring te krijgen van anderen. Maar dan kunnen anderen, dan geef je ook je eigen regie weg aan anderen. Het is de bedoeling dat jij jezelf goedkeurt, precies zoals je bent. Kijk, and my need to be liked. Je wilt dan geliefd zijn met alle gevolgen van dien. Dan hou je dus vast aan toxische relaties. Mensen die keihard zijn, die juist jou niet kunnen geven wat je eigenlijk nodig hebt. Maar je trekt dat aan omdat jij moet leren om het jezelf te geven. Ja, jij moet die koesterende moeder voor jezelf gaan worden. I would choose to like and improve of myself. And the people who count will respect me when I'm true to who I really am. Dus wees trouw aan jouw authentieke zelf. Precies zoals je bent, ook met je boosheid. Maar die boosheid kun je uiten op een constructieve manier in terugtrekking. En ram dan op je matras. Weet ik veel, sla met kussens. Zorg dat die energie van boosheid op andere mensen, waardoor je je in de steek gelaten voelt, en dat dateert al van vroeger, zorg dat je die kwijtraakt. Letting relationships flow. Today I will stop trying to control my relationships. Vandaag zal ik proberen om niet mijn relaties onder controle te houden. Ik zal participeren op een redelijk level en dat de ander dat ook doet. I can let go. Ik kan iets laten gaan wat niet meer dient, wetende dat de relatie zijn eigen weg zal gaan vinden. Of juist niet. En jij hebt alleen jouw eigen werk te doen en de ander heeft zijn eigen innerlijk werk te doen. Kijk, er is nog een... er zijn er twee uitgevallen. Ja, ze moeten er allemaal... of deze... Nee, deze moet weg. Deze. Want weet je nog dat ik zei, er zijn er twee... die... tegelijkertijd eruit vielen. Nou, die doe ik weg. Kijk, je hebt nog een kindwond. Child wounded. Blames all dysfunctional relationships on childhood wounds. Resists moving on through forgiveness. Het is belangrijk dat je uiteindelijk kunt vergeven. Ook de mensen die jou pijn hebben gedaan. En ook jezelf, wanneer jij andere pijn hebt gedaan. Dysfunctionele relaties hebben vaak te maken met je jeugd. Je innerlijk kindpijn. Maar als je de schuld alleen maar legt daar en je doet niet je innerlijke werk en je hebt weerstand tegen verandering, dan is deze schaduw op jou van toepassing. De lichtkant is dat je voor compassie ontwaakt en dat je de wens hebt om anderen te dienen. Andere wounded children te dienen. Kijk, dat is deze. Dat is je missie. Opens the learning path of forgiveness. En dat je de pad opent naar vergeving. Dat is de lichtkant. De schaduwkant ook van jou is dat je op dit moment nog extreme dependency on others for physical security. Dus dat je nog behoorlijk afhankelijk bent van anderen voor je eigen fysieke survival. Ja, dit is ook zo'n overlevingskaart. Je overleeft nog met afweerstrategieën. En dat heeft altijd te maken met een kindwond. Nou, inability to grow up and be responsible. En dat heeft dan ook te maken met dat je nog niet helemaal
emotioneel volwassen bent en dat je ook nog geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes. Dat is de schaduw. De lichtkant is dat je de mogelijkheid hebt om alles met frisse ogen te zien. Nieuwe visie. En dat je vast besloten bent om jong van geest te blijven, jong van spirit te blijven en jong van lichaam te blijven. Dat is je lichtkant. Toxische relaties, lieve vissen, daar zit je in. Daar kun je uit. Ik heb daar ook in gezeten. Dat heeft echt te maken met een wond van vroeger. Daar kun je wat aan doen. Mis die kans niet om daar iets aan te gaan doen. Ik kan jou daarbij helpen. Ik ben gespecialiseerd ervaringsdeskundige op het gebied van innerlijk kindpijn. En hoe je dat kunt helen. Ik ben het levende bewijs dat je daar echt uit kunt komen. En dat je dan ook heel happy met jezelf kunt zijn. En dat je je missie gaat leven. En dat je ook niet meer bang bent voor het massabewustzijn. Wat ze van je vinden. Hè? Ik leef helemaal mijn eigen innerlijke waarheid. En dat wil ik graag doorgeven aan anderen. Je kunt daarvoor met mij een afspraak maken. Een sessie duurt ongeveer 1,5 à 2 uur. Maar in die sessie leer je om ook thuis dit hier aan te kunnen pakken. En heb je in principe mij niet meer nodig als het kwartje valt. Nou, dankjewel voor het kijken. En ik hoop je te zien. Bye bye.